Wist je dat je vanaf volgende zomer de grote Neten en omgeving kan verkennen met een vlot? De Marliebrug in Westerlo wordt het vertrekpunt. Iets verderop ligt het kasteel van Hofterborcht in Westmeerbeek. We hebben Hofterlaken in Boyschot. Iets verderop in Gestel staan er dan ook nog kastelen. Het zijn eigenlijk allemaal projecten waar wij met Kempas Landschap mee onze schouders onder zetten om die op termijn te kunnen openstellen voor het publiek. Het is echt een groepsactiviteit, families, mensen, vriendengroepen. Een activiteit voor zo'n 6 à 8 personen. Een leuke namiddag uit eigenlijk op het water, in het midden van de natuur. Nog een ideale gezinsuitstap is deze waterparel. De speelbare vistrap aan de Laarsebeek in provinciaal domein Peersbos in Braschaat.